Abo's, fijne mensen. Even een update maken, even op deze vrijdag voor het weekend. In verband met het volgende. Ik heb een mail gestuurd naar het RIVM. De welbekende RIVM van ons. Met een aantal vragen. Kijk, dit is Wijs, het RIVM. En dan heb ik volgende gevraagd. Kijk, RIVM, vragen. Gaan we zou ik door middel van deze mail antwoord willen hebben op volgende vragen. 1. Waarom wordt een virus wat een mortaliteit heeft van 0,2 nog steeds als A-virus gekwalificeerd? 2. Waarom worden mensen bang gemaakt met een virus wat naar nu blijkt niet zo dodelijk is? 3. Waarom worden er nog steeds mensen getest met onbetrouwbare PCR-testen? 4. Heeft dit te maken met het feit dat men mensen wil onderdrukken, omdat dit wordt verlangd door de satanistische kalender wat zij aanbidden? 5. Hoe kan het dat Jaap van Dissen nog steeds niet is opgepakt voor een moord dat hij heeft gepleegd? 6. Hoe kan het dat Ab Oosterhuis, Hugo de Jonge en Graprouws nog steeds werkzaam zijn als zogenaamde volksvertegenwoordiger en zogenaamde deskundige? We hopen om snel antwoord op deze vragen verblijf ik. Ik ben benieuwd wat ik vragen krijg. Dit was eigenlijk naar aanleiding van een idee van journalist Michel Kat met Wees de Weerstand. Die zei dat mensen het RIVM moeten bestoken met dit soort vragen. Ik vond het wel een goed idee. En ik denk, ja, dat ga ik ook doen. Dus ik heb nu het RIVM de volgende vragen gesteld, hopende op een snelle antwoord van dit. Maar ik denk dat ze nou met de vrijdagmiddagborrel wel een beetje nerveus worden als mensen deze vraag allemaal gaan stellen. Dus, word vervolgd. And have a nice weekend, iedereen. Doei.